Welkom bij Koken met Koenen, het kookprogramma van N1 waarin we op een eenvoudige wijze met eerlijke producten een lekker gerecht klaarmaken. Nou, het wordt vandaag een feestelijk gerecht, een lekker voorafje, een rucola soep. En ja, dat vind ik echt iets voor met de feestdagen. Nou, ik begin met pan op het vuur te zetten. Daar doe ik een scheutje braadboter in. Niet te veel. Dan begin ik met uitjes te bakken. Ik ga eerst even de uitjes aanbraden totdat ze glazig zijn. Dan krijg je een lekkere smaak in de rucola soep. Uitjes moet je nooit donker laten worden, want dan worden ze bitter. Dus daar moet je wel voor oppassen. Rucola is trouwens een saladesoort die ik vind hem heel erg lekker. En die eigenlijk pas vanaf 1980 ongeveer in Nederland goed geïntroduceerd is. Het is een heerlijke salade, want hij heeft, als je even doorproeft, heeft hij echt een lekkere notensmaak. En ja, als ik rucola's eet zo, dus niet in de soep, maar gewoon zo, dan maak ik de salade ook niet aan. Dan eet ik hem echt zo bij mijn gerecht waar ik hem bij wil gebruiken. U hoeft overigens niet mee te schrijven met het recept, want het is allemaal te vinden op kokenmetkoenen.nl. Nou, de uitjes die ben ik licht aan het fruiten. Die beginnen al een beetje iets te kleuren, dus nou vind ik het al mooi. Dan gaat de bouillon erbij. Kippenbouillon. Nou zorg ik dat dit aan de kook komt. In de tussentijd gaat de room erbij. Het is geen magere soep, hij is goed voor de lijn, maar met de feestdagen mag dat wel, vind ik. Ik laat hem nu rustig tegen de kook komen. Ik doe de geraspte aardappel erbij. We gaan dus eigenlijk even wachten tot het kookt. De rucola is heel goed gewassen en verder doen we daar niks aan. En nu is het heel even wachten tot hij kookt. Hij kookt, dan gaat de rucola erbij in. Lijkt altijd heel veel, maar in gewicht valt het reuze mee. Je kunt dit natuurlijk ook als tussengerecht nemen, een soep. Het hoeft niet allemaal voorgerecht te zijn. Het begint al ergens op te lijken. Even regelmatig doorroeren. Je moet echt een paar minuutjes moet die doorkoken. Dus regelmatig even doorroeren. Nou, zo is die mooi. We gaan hem dan met de staafmixer gaan we een mooi pureren. Nou, ik vind hem mooi zo. Tijd om hem uit te scheppen. De soeplepel. De soepkom. Ja, die ziet er mooi uit. Ik garneer hem af met wat geraspte kaas. Beetje geroosterde pijnboompitjes. Wat je ook heel erg goed kunt doen is een paar garnalen erin doen. Dat is ook echt heel erg lekker. En wil je hem iets pittig hebben, proeven, dan kun je er altijd wat zout en peper bij doen. Nou, dat is de rucola soep. Smakelijk eten. En maak er een hele mooie dag van.